Skyscraper Eindhoven, het afstudeerproject van de oud-student bouwkunde aan de TUE Rob Eelbrink, heeft de Nationale Student Staalprijs gewonnen. Het Eindhoven station moet, met behoud van een monumentale transistor, een multifunctioneel gebouw worden waar mensen wonen en kantoren gehuisvest zijn. Mensen wonen in een station omdat ze dan heel snel en makkelijk met de trein kunnen reizen. De reistijd met de auto is vaak dubbel zo lang als met de trein. Dat komt niet zozeer door de treinreis zelf, maar om altijd maar van en naar het station te komen. Nu woon je in het station, waardoor je direct het perron op kan gaan en de trein kan pakken alsof je de auto uit de garage pakt. Is het ook aantrekkelijk voor mensen om echt boven het station te wonen? Het lijkt mij heel aantrekkelijk. Zoals ik al zei, voor die reistijd. Maar ook vanuit de woning heb je veel zicht op de perrons en op alle levendigheid van het station. Dus uit je woning heb je eigenlijk een prachtig leven waar je iedere dag op kan kijken. Er staat nu een maquette hier. Wat gaat ermee gebeuren? Nou, met de maquette op zich nog niet zo heel veel. Ik heb mijn plannen ook gepresenteerd aan de gemeente Eindhoven. Ze zijn zelf, ze vinden het prachtig. Ze zijn enthousiast en vinden mijn ideeën erg goed. Alleen is het helaas wellicht een beetje te veel voor de gemeente nu. En is het gewoon de vraag, wie gaat het nu betalen?